Een goedemorgen. Goedemorgen. Wij wouden even vragen. Bent u een voetbalfaneut? Een voetbalfaneut? Omdat met het oog op de ontwikkelingen op de sport, televisie en ook het kanaal 7. Ah, ja. Ja, ik hoop wel mijn voetbalwedstrijdje te kunnen blijven meepikken. Ja. Inderdaad, wij ook. Maar als u de oude nesteur Keus Postema wilt zien, dan kost u dat een dure decoder, een kostbare schotel, abonnementskosten. En zodoende kwamen wij op het idee van het sportkanaal aan huis. En kunnen wij u met trots presenteren de kijkportefeuille. De kijkportefeuille? U beschikt over een videorecorder? Ja. De kijkportefeuille gaat eigenlijk uit van het oude idee van de leesportefeuille, waarbij u tijdschriften van de verschillende weken kunt herzien. En zo hebben wij binnen de kijkportefeuille allerlei oude voetbalwedstrijden getuipt. Oude voetbalwedstrijden? Herinnert u zich bijvoorbeeld de zinderende derby tussen Sparta en Feyenoord in 1993? Nee, ik kan me niet herinneren. Dan zult u deze zeker nog eens moeten bekijken. Ik zal u de uitslag niet verheulen. En die hebben wij ook niet op de buitenzijde der cassette aangegeven. Weet u nog, vorig seizoen PSV-Ajax, de match? PSV-Ajax. Was dat die wedstrijd waarbij Mark Overmars 3 maal scoorde? Kijk, dat bewijst nu exact het leuke van de kijkportefeuille, dat u zich daarmee het hele geheugen weer eens op kunt frissen. En dan krijgt u bovendien als welkomstpremie alle hoogtepunten uit de wedstrijden nek-pek, pek-nek en nek-nak en pek-nak vanaf 1985. En dat kost u slechts 1 tientje. En dan hoop ik hier volgende week de oude banden om te kunnen wisselen tegen nieuwe hoogtepunten uit de kijkportefeuille. Alsjeblieft. Dank u wel. En nu maar lekker genieten in uw leuenstoel, als het ware in uw eigen colosseum van al deze teutanen wedstrijden. U heeft een leuenstoel? Een leuenstoel? Ja, wel degelijk. Ja hoor. Wij kunnen deze fauteuil desgewenst geheel overnieuw stoffeuren, met een sterke bekleding in allerlei leuke motieven.